Het meeste melkvee in Nederland wordt gehuisvest in een lichtboksenstal. Jongvee groeit op in een strohok. Dus op een gegeven ogenblik komt er een overgang van stro naar de lichtboksenstal. Dat varieert heel erg per bedrijf. Er zijn bedrijven die doen het al met een maand. Maar als minimum wordt toch wel aangehouden 3 maanden. Dus als het kalf een leeftijd heeft van 4 maanden, dat je dan de overgang maakt van stro naar een lichtboksenstal. Een lichtboksenstal is een hele andere stal als een strohok. Een strohok is overal stro. En hier heb je roosters en lichtboksen. En het dier moet natuurlijk liggen in een lichtbox. Dat weten wij, maar dat moet de kalf ook weten. Dus in de lichtbox moet je het zo comfortabel mogelijk maken. Dat begint al met de maatvoering. Dat je dus dieren hebt die goed in de boxen kunnen liggen. Zonder dat ze zich erin moeten wringen. Belangrijk daarbij is ook het comfort in de lichtbox. Dat kun je aanbrengen door een lichtmat. Dan kan het dier comfortabel liggen. Of door eventueel zaagsel in de lichtbox te strooien. Dan weet het dier dat hij comfortabeler in de lichtbox kan liggen in plaats van op de roosters. Bij de overgang is het belangrijk dat er niets anders verandert dan de huisvesting. Dus zorg ervoor dat het voer van tevoren al is omgeschakeld in de strohok. Zodat het voer in de strohok of de lichtboxstal gelijk is. Dat er geen verandering in plaatsvindt. Verder kun je de overgang wat versoepelen door wat gehakselstro op de lichtbox te leggen. Zodat het kalf weet van, oh, dat is stro. Dat kent hij nog van de strohok. Daar moet ik gaan liggen. De eerste keren willen best wel een beetje helpen. Zodat je dus makkelijker de dieren in de lichtbox kan laten liggen. Verder de ventilatie. Ook in deze stallen hebben de dieren nog een hekel aan trek. Dus zorg ervoor dat er geen trek in het hok is. In de lichtboxstal voor de koeien is de maatvoering van boksen en hekwerk overal gelijk. Immers, de dieren zijn allemaal zo'n beetje even groot. Bij jongvee daarentegen zien we hier bijvoorbeeld al, van klein naar groot, een verschillend voerhek. Voerhek was steeds hoger, dat de dieren dus comfortabel kunnen eten. Wat we hier ook zien, heel mooi, een gladde, gekoten vloer. Dat het vloer dus niet aankoekt. En verder zien we dan in de stal dat per groep de maatvoering van de boksen ook iedere keer verandert naarmate het dier groter wordt. Waar let je nu op om de dieren door te schuiven? Er zijn veehouders die kijken naar de leeftijd, maar gaande de leeftijd kan er wel verschil ontstaan in de groei van de dieren. Als je dieren doorschuift is het dus belangrijk om te kijken naar de grootte van een dier of dat naar een andere groep kan. Dat in verband met de boksmaat, het voerhek, maar ook de voeding die het dier krijgt. Jongste dieren krijgen ander voer, die krijgen luxer voer als deze dieren. Deze dieren hebben de maat om te insemineren. Je kunt het ook zien, ze hebben een halsband om. Er wordt gekeken of de dieren tochtig zijn. En wanneer zet je nou de dieren in deze groep? Dat is eigenlijk als ze de maat hebben om te kunnen insemineren. Dat heeft deels te maken met de leeftijd minimaal 12 maanden. En qua hoogte zeggen wij dat de dieren dan minimaal 1,35 groot moeten zijn. Er zijn voerfirma's die dat voor je komen meten. Dat is reuze handig. Maar je kunt zelf ook even kijken van hoe staat mijn hekwerk ten opzichte van de hoogte van de dieren. Als we hier kijken naar het hekwerk, dan kijken we even naar de maat vanaf de roosters tot het voerhek. En dan zien we dat dit ongeveer 1,35 is. Onderkant van dit beugeltje. Hebben de dieren dat achter tussen de heupbeenderen qua hoogte, zijn dat dieren die vanaf die hoogte geïnsemineerd kunnen worden.